eerste bij Sittard, jongens. Die gaat naar Romand. Zo te zien. Dat is ook echt een mooi man. Dubbel. Dit is echt de eerste keer dat we bij Sittard zijn van dit jaar. En ik vind hem gelijk een dubbele Arriva. Snap ik toch geen reet van, hè? Kan er hier alweer een verre, maar ja, zo gaat dat. Dus ja, hè. De Verm. Precies had ik al gehoopt. Dus ja, hè. Ik ga naar Maastricht, jongens. Ik heb Litsje naar Manufact Maastricht. Want dat zag ik. Oh, zijn jullie gek? Ja, Maastricht. Maar 60 kennis, ik moest een kant elkaar. Dat is echt perfect, gewoon. Oh, die vind ik echt perfect. Toen vertrok ik hier alweer aan Verum. Ja! Ik had het eerlijk gezegd niet zo rustig verwacht. Ik had het wel wat drukker verwacht. Maar oké, hè. Ja, Den Helder. Dat was dus de... Ja, hiervoor kwam eigenlijk ook weer een Verum op het station. En ik dacht dus dat die Verum hiervoor kwam, dat dat weer was naar Den Helder. Maar dat was de Verum helemaal niet naar Den Helder. Dit is de Verum naar Den Helder. Dus ja, hè. Hadden we daar weer een boek. Eindelijk is een beetje wat zoemelijk door. Oh, die mooie, waar gaat hij naartoe? Naar Maastricht, Randwijk gaat hij naartoe. Ja! Dan is de Maastricht van niet hoe gaat. Inderdaad, een dubbel. Hier wacht ik de Vermpjes wel weer even lekker. Eindelijk weer een trein naar Romond. Dat is toch een kuddag. Leuk, maar 12 video's. Leuk, maar 12 video's bij fucking het kutstation van Sittard. Ja, dit is echt lekker doorboekend. Ja, dit is echt... Ik haal me even, ik word dood. Waarom rijdt deze film een beetje zo langzaam? Waarom? Snap ik dus niet, maar oké. Ik snap waarom deze zo langzaam rijdt, maar ja, het zal wel. Joepie, maar 12 video's. Ja, dit is echt lekker opschrikkend, ja. Ja, dit is echt een goede koekje. Bam, misschien kan elkaar. Ja, ik ben niet boos op jullie kijken, maar ik ben wel boos op deze dienst. Want ik heb maar 12 treinen tegengekomen vandaag. Maar 12 is zo weinig, niet normaal. Waar stond deze Verum zo bizar dichtbij? Roeidaam is wat raar. Er staat er verder een bakbordje 6, maar hij is ook gewoon 6. Deze Verum stond er verder een bakbordje 6. Die gaat er ook maar helemaal, weet je hoe ver het is. In ieder geval, ja, de Verum. Ja, de Verum is gewoon 6 bak. De Verum is gewoon 6 bak, dus ik snap niet waarom die zo de buurt snel of de buurt snel. Ik ben heel ver, ik ga stoppen hier. Dat is een raadsel voor vandaag. Dat is een kan de kaas. Dat is een gemoen als een kan de kaas. Oh, mijn kudag. Maar 12 video's zitten nu pas op de 7e video's. Dat moet ik snappen. Dat ze nu pas op de 7e video zitten. Haha, boek eindelijk eens even door met treinen. Ja, ze weten ook niet echt hoe je moet doorboeken hier. Mijn god, eindelijk weer iets. Maar zit er dan niet? Nou, hartstikke fantastisch. Nou, ik spit er neem ik aan. Haha. Nou, dan hebben we hier weer de Verums. Over 3 jaar waarschijnlijk weer. Pas. Jezus. Maar joh, jongens! Hij moet doorrijden! Het moet! Als deze niet doorrijdt, dan ga ik mezelf even vermoorden, want dat is echt heel kut dan.
Ja, ik weet niet zeker of hij doorrijdt. Hè? Want zou ik helpen, rijdt hij niet door. Hij rijdt niet door. Dat is gewoon lek. Tuurlijk rijdt hij niet door. Waarom zou hij er al door rijden, joh? Alsjeblieft, laat er een einde nu komen. Alsjeblieft. Hij moet doorrijden, als het op zich is. Maar hij rijdt niet door en dan komt ik wallen. Hoe lang is deze? Ik ga even zo draaien, anders kan ik hem niet erop. Oh. Rijd door. Hij rijdt niet door. Maar hier komt ik nooit een einde aan. Hallo. Stop eens met die wagonnen. Leuk dit. Wat was het einde? Serieus? Oh, ik ga hem toch nog helemaal. Ga nu stoppen alsjeblieft. Kan iemand mij vertellen waarom hier een losse lok door het rangeerterrein en het slidtad aan het rijden is? En waar die firmes blijven? Oh, hij rijdt gewoon door, wauw. Hij blijft in de firmes. Nou eens. Eindelijk. Jezus. Die firmes komen niet bepaald. Waar zijn de firmes? Net. Yo! Roman, gaat hij naartoe? Dat is echt mooi. Want dat hebben we nog wel. En als hij naar Roman ging, die zit er lekker zo op heen. Of hij zich lekker zo optrekt. Het is donker, jongen, hier wel. Je komt heel random met een lokje. Huh? Ik zie ook gewoon echt wel het type dat het een lokje is, hè. Hoe dan? Pap, hou jij het spoor achter mij in de gaten? Pap? Pap? Hou je achter mij in de gaten? Wat? Een lokje schijnbaar. Oh, die schil moet het zijn. Een lokje dus. Waarschijnlijk even voor een lokje. Die gaan waarschijnlijk daar aankoppelen of zoiets. Oh jee, dat hoort. Oh, daar komt een firm. Holy damn, Bas. Nu even lekker los. Net een lokje. Komt hier opeens nu weer even een lekker firmpje voorbij. Nu past het even lekker los. Nu past het even lekker los. Maastricht. Gaat er naartoe. Ja, pas eindelijk is even lekker los. Jo, een dubbele nog wel. Serieus, een dubbele. Oh, dat halen we niet. Oh ja, toch nog. Toch nog. Eén niet gewoon zitten, niet mag. Maar het achterkant. Jo, dat is raar dat hier een dubbele veren nu zien. Wat de hek. Nou ja, dag. Oh, dankjewel. We hebben me zo goed gewaarschuwd met die vertrek van die firm. We hebben er bijna gemist. Nou. Hoppa. Eindelijk even wat meer opnames. Gaat die allemaal opa, jongens? Eindelijk de opnames. Jo, voel die dingen rond de grond heen. Wat is dat? Kanka. De lok is er helemaal eens aangekoppeld, zoals jullie dat zagen. Nog jongens, ik weet niet zeker, dat denk ik, maar ik neem me aan dat het laatste trein was voor vandaag.
zo rustiger dan normaal geweest. Maar hij wordt voor mij gewoon het beste voor gemaakt. Gaat naar Maastricht Randwijk. Tja, hè. Nu weet ik niet zeker of ik goed op het trek. Oh ja, dubbel, maar dat zag ik nog niet net. Daarom heb ik natuurlijk. Goed, de sound ging net in de weg. Zoals jullie weten, zorg dat jullie niet even blind met. Ja, is geen zin. De laatste jongens, inderdaad. Last one. Naar de munch. On the track. Dit is ook even gaaf. Dubbel. Ik heb wel wat wind op. En nu zie je mij.